Bam! Hier zijn we. Wat ik jou wil vertellen vandaag is dat geen verschil afgerond is en dat Sint-Joris School het allemaal goed ontvangen heeft. Wij gaan zo meteen even checken wat zij ervan vinden, waar Jeroen is, wat de leraren ook ervan vinden en de reacties van Ruben, Kelvin en Sterre. Even checken wat zij nu van de videoclip vinden. Kom, moeten we nog helemaal naar de Sint-Joris School. Damn, daar heb ik helemaal... Nee, ik heb er wel zin in. Ik moet natuurlijk zien wat zij allemaal gaan zeggen. Kom. Het is maandag 2 februari en we gebruiken deze ochtend om het project Geen Verschil af te sluiten. Een project wat uiteindelijk resulteert in een prachtig boekje wat jullie aan het einde van deze activiteit mee naar huis krijgen. Recht op mijn toelag, me niet te breken door niets. Wil je praten dat de school kan, iedereen heeft wel iets. Luister naar je hoofd vanuit de ZV. Ook zorg voor kluizen naar die controleert vanuit de bedcase. Let's go. Je hebt de videoclip, documentaire, alles gezien. Wat vind je ervan? Ik vind het heel mooi geworden. Ik vind alle beelden goed gelukt. Mm-hmm. En het is allemaal mooi in elkaar gezet. Dus, Ik vond het geslaagd omdat er zeker ook wel goede voorbeelden werden gegeven in. Mm. En het was goed gefilmd met goede leerlingen die goede eigen meningen konden geven. Mm-hmm. Over wat ze eigenlijk vonden van onze school. Ja, ik vond hem echt super tof geworden. Ik had hem zelf nog niet gezien. Maar ik vind het wel heel... Het was groter dan ik verwacht had, zeg maar. Ja, ja. Wat heb je tegen andere leerlingen te vertellen over de Sint-Joris School? Dat het eigenlijk een best wel normale school is. Dat er niet hele rare leerlingen op zitten. Want dat denken veel mensen. Denken dat het een rare school is met aparte leerlingen. Ja. Maar eigenlijk, ja, vind ik het ook. Ja, nu ik erop zit, vind ik het een best wel normale school. En hij is heel leuk. Wat heb je nou eigenlijk geleerd van het hele proces? Geen verschil. Ja, nou eigenlijk, want ik zit hier nu al 4 jaar, dit is mijn 4e jaar. Dus ik heb geleerd dat mensen onze school raar zouden vinden. En daardoor heb ik zelf mijn school normaler gaan zien. Mm-hmm. Doordat ik zeg maar heb gezien van, ja, wat zou er raar moeten zijn? Wat... Dus je hebt gewoon in principe echt letterlijk gezien dat er geen verschil is tussen de scholen en tussen de jongeren die op school zitten. Precies, ja. Jeroen, geen verschil. Dus nou, je hebt net de afsluiting gehad. Ja. Is net afgesloten. Dan kan je eigenlijk zo'n beetje uitleggen wat je allemaal voor het project gedaan hebt. Ja, zeker. We zijn eerst begonnen met de workshopdag. En daar hebben we eigenlijk verschillende workshops vanuit New Arts zijn gegeven. Voor allemaal mensen die ook voor New Arts werken. En dat was gewoon heel erg tof. Daar was Stix dus ook aanwezig om inspiratie op te doen voor de track. Die heeft met de jongeren is in gesprek gegaan. Geen verschil, hè? Geen verschil, klopt. En vervolgens is hij die track gaan maken en is dus de documentaire gekomen, de clip. En Nimmer TV heeft natuurlijk ook een documentatie over de jongeren zelf gemaakt, wat ook heel tof is. Nimmer TV. Jawel. En en nu is het eigenlijk een beetje tot zijn eind gekomen, maar ja, die clip blijft draaien, die docu blijft draaien, dus mensen checken het nog steeds. Want hoeveel views hebben jullie nou? De clip heeft nu 15.000 views, de docu 1000. En ja, Nimmer TV aflevering, ja, die wordt natuurlijk super veel bekeken. Dus, kapot gedraaid. Ja man, daarom. Dus dat blijft gewoon gaan, dus dat is tof. Blijft de jongeren bereiken en dat is het doel geweest, dus ja, dat is een goeie.